Ja, ik heb zo goed mogelijk proberen meekoersen. Ik had met Peter afgesproken om te proberen wegrijden met een groepje. Omdat dat mijn grootste kans was om echt een mooie uitslag te rijden. Dat heb ik ook geprobeerd. Dat lukt dan niet. Ik heb dan op 8 of 9 ronden van het einde nog proberen naar een groepje toe te springen. Kwam ik ook net te kort en het tempo bleef hoog tot het einde. En kon ik net niet genoeg recupereren om eigenlijk nog vooraan te plaatsen voor de sprint. Ik heb sowieso wel geprobeerd om mij zo mogelijk te plaatsen, maar het was wel moeilijk met die inspanning nog. Sowieso wist ik dat ik moest wegrijden om een zo mooi mogelijk uitslag te rijden. En als dat dan niet lukt, dan weten dat het een beetje improviseren wordt. En dat het moeilijker wordt om die mooie uitslag eruit te halen. Zo kan je ook het verschil tussen de belofte en de prof merken. Hè? Ja, denk bij de belofte. En ja, voor mij, de juniors, is ook nog niet zo lang geleden eigenlijk. Dus je merkt wel het verschil. Het tempo ligt de hele tijd hoog. Zelfs als er eigenlijk gewoon een gegroepeerd peloton is, ligt tempo eigenlijk wel echt hoog. Ik heb mijn grote versnelling gereden vandaag. Ook op aanraden van Moreno de Pauw. Dat was echt wel nodig en het tempo lag echt wel zeer hoog.